bij deze nieuwe video. Aan de titel van deze video te zien gaat het vandaag niet over mijn make-up, maar over mijn haren. Dus don't judge hoe ik er nou uitzie, want ik heb gewoon vandaag van 9 tot 6 gewerkt. En mijn make-up zit er al de hele dag op, dus het ziet er niet meer zo frisjes en mooi uit, inclusief mijn haren. Aangezien ik krullen heb, krijg ik heel vaak de vraag naar mijn krullenroutine. Mensen vragen nou echt al maandenlang, sorry dat jullie zo lang hebben moeten wachten, maar ik wilde deze video echt pas maken als ik echt 100% tevreden was over mijn routine. En dat was ik gewoon nog niet. En als ik niet tevreden ben over wat ik gebruik, ga ik dat ook niet jullie aanraden, want dat slaat nergens op. Maar nou, sinds een maand heb ik mijn hele routine omgegooid. Alles. Ik volg nou ook de CG-methode, de Curly Girl Method. En alles gaat nou echt een stuk beter. Dus ik ga in deze video jullie iets vertellen over mijn haren en hoe ik ze nou verzorg en hoe ik, ja, mijn krullen zo mooi kreeg. Vooral als je ziet hoe mijn haar er eerst uitzag en hoe het er nu uitziet. Super, super groot verschil. Dus ja, ik wil jullie dit gewoon laten zien. En ja, mijn haar is en was super beschadigd. En ja, ik heb gewoon best wel veel tips in hoe ik mijn haar weer zo gezond en lang en dik heb gekregen. Dus blijf gewoon vooral even kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Nou, ik zal eerst even snel kort iets vertellen over mijn harenavontuur. Echt, mijn haar heeft echt super veel doorstaan. Ik heb gewoon, toen ik klein was, ik heb gewoon altijd zulke krullen gehad. Ik ben de enige in mijn gezin en in mijn hele familie met zulke krullen. Want ik heb mijn krullen van mijn vaders kant. En mijn vader en mijn moeder zijn gescheiden. En mijn vader was nooit in mijn leven. Dus ja, iedereen om me heen had stelhaar. Mijn moeder heeft een beetje slag. En ja, niemand had echt zulke krullen als ik. Dus mijn moeder wist ook niet heel goed hoe ze ermee moest omgaan. Ik had ook heel vaak klitten en zo. Want ja, als jong kind ga je niet je haar heel goed verzorgen en zo. En af en toe waren de klitten zo heftig dat ze gewoon letterlijk de klit eruit knipten gewoon. Dus ja, ik had ook nooit mijn haren los. Ik had altijd een knot in met een hele dikke haarband. Mijn haar was altijd vast. Ik wilde het super graag los hebben, want iedereen in mijn klas en op mijn school had gewoon mooi stijl haar en mooi los. En ik was de enige die dat niet kon, want ja, het was gewoon niet mooi. Ik was gewoon net zo'n vogelschrikker. Ik wist gewoon absoluut niet hoe ik met mijn haren moest omgaan. Daardoor ben ik rond mijn 15, 16 jaar begonnen met mijn haren te stylen. En vanaf daar ging het helemaal mis. Ik ben toen naar een kapper gegaan en die had mijn haar zo kort geknipt. Gesteld was het dus zo kort. Krullend haar moet je niet gaan stylen en dan knippen. Want als het opdroogt en het weer krult, krult het helemaal omhoog. Dus ik was net een poedel en het zag er niet uit. Dus wat ben ik gaan doen? Ik begon met mijn haar te stylen elke dag. Feunen. Haar extensions. Ik heb alle soorten weaves gehad. Ik heb clip-ins gehad. Ik heb banen ingevlochten gehad. Ik heb een pruik gehad. Ik heb een lace wig gehad. Ik heb een U-part wig gehad. Ik heb alles gedaan. Maar alles was altijd stijl. Mijn haar was altijd stijl. Ik liet nooit mijn krullen. Omdat ik gewoon niet wist hoe ik ermee moest omgaan. Alsof dat nog niet erg genoeg was allemaal. Begon ik rond mijn 18, 19, 20 jaar ongeveer mijn haren ook nog eens te blonderen. Ik had besloten dat ik blond wilde zijn. Dit is mijn echte haarkleur. Veel mensen denken dat ik mijn haar zwart verf. Heb ik wel gedaan, maar dit is nou echt al ruim bijna 2 jaar gewoon mijn echte haarkleur. Mijn haar is super donker. Ik heb echt heel donker zwart-bruin haar. En om van dit naar blond te gaan, dan gaat je haar dood. En ik heb het 2 keer gedaan. En ik heb het zelf gedaan met mijn zus. Wij wisten gewoon hoe dat moest. Maar ja, als je dat in 1 keer doet. Ik moest mijn haar 3 keer bleken. Ik moest een toner er doorheen doen. Zodat het gele eruit ging. Uiteindelijk lukte het wel. En mijn haar was heel mooi licht blond. Maar super beschadigd. Ik had gewoon vooral hier gewoon plukken. Die waren gewoon letterlijk zo kort. Gewoon van hier tot hier. En ik had daar gewoon vet. En dan deed ik ze zo plakken met de rest van mijn haar. Waardoor het gewoon op 1 lange pluk leek. Maar eigenlijk was het gewoon echt helemaal afgebroken. Ik heb ook rood haar gehad. Echt mensen. Ik heb echt alles wat je niet moet doen met je haren heb ik gedaan. Dus het was gewoon 1 grote puinhoop. Nou, na dus jarenlang mijn haren gesteld te hebben en geblondeerd te hebben en nep haar in te hebben, want ik had elke dag nep haar in, want mijn haar bleef gewoon super kort, omdat ik het dus keer op keer beschadigde, had het niet echt de kans om te groeien, waardoor ik gewoon nooit het lange haar had die ik altijd wilde. Dus ik had ook nog eens altijd nep haar in. En nep haar beschadigt ook je haar, vooral als je het elke dag in hebt. En ik sliep er ook mee af en toe, want ik was te lui om het uit te doen, echt mensen. Ik heb letterlijk alles gedaan wat je haar beschadigt.
Nou, na een tijd was ik er gewoon klaar mee. Ik wilde gewoon mijn mooie krullen terug. Ik wilde gewoon geen nephaar meer. Ik wilde gewoon mijn echte haar. En ja, toen besloot ik om gewoon definitief te stoppen met alles. Nou, dat ging niet zo makkelijk. Want toen ik dus besloot om gewoon mijn echte haar te laten, zag het er niet uit. Mijn krullen waren gewoon stijl. Letterlijk stijl. Ik had gewoon plukken, die waren gewoon stijl. Ik had geen enkele krul meer. Een jaar geleden op... In januari 2018 ben ik naar de krullenkapper gegaan, Simsha. En zij heeft mijn haar echt een mega metamorfose gegeven. Ik breng het ook even hier in beeld. Mijn haar in het begin was echt net een kraaienest. Het was gewoon geen krul meer. Het was gewoon een vieze, droge slag. En zij heeft, ik heb bij haar laten knippen op een manier waardoor je krullen mooier uitkomen en ook wat meer volume. En ik heb een krullenbehandeling gehad bij haar. Volgens mij was het gewoon een proteïnebehandeling. Ik weet niet precies wat het is, maar het is een krullenbehandeling. En vanaf toen zag mijn haar er een stuk beter uit. Ondanks dat had ik niet echt onderzoek gedaan naar welke producten ik nou echt moest gaan gebruiken. Ik had gewoon een aantal krullenproducten online gekocht. Gewoon super random. En ik ben gewoon die een jaar lang gaan gebruiken. Dus tot aan een maand geleden. Dus vandaar dat ik dus al die tijd nog niet blij was met mijn routine. Omdat ik er nog niet echt over na had gedacht. Ik deed maar wat. En ik vond mijn haar er nog steeds niet echt tip-top uitzien. Nou, sinds een maand ben ik begonnen aan de CG-methode. Je hebt gewoon een groep op Facebook. Ik zal de link van die groep onder deze video in de beschrijving plaatsen. Je kunt je daar aanmelden en dan kun je gewoon alle bestanden doornemen. En dan moet je eerst uitzoeken wat voor haar je hebt. En dan kun je gaan bekijken welke producten het beste passen bij jouw haar. Nou, ik zal even vertellen wat mijn haartype is. Als jij de CG-methode nog niet volgt, dan weet je niet waar ik het nou over heb. Maar voor de mensen die het misschien al wel volgen, die weten wel wat ik nou ga zeggen. En mocht je de methode ook nou willen gaan volgen, dan weet je welke type mijn haar is. En dan heb je misschien enigszins een indicatie. Ik heb krul type 3B. Dat is de soort krul. Ik heb medium haar. Dus de dikte van je haar. Dun haar, medium of dik haar. Ik heb medium. Ik heb een hoge poriciteit, als ik het goed uitspreek. En dat betekent ook dat je haar heel beschadigd is. Droog en dof. Dat is het ook echt. Mijn haar is... obvious, echt beschadigd. Heel droog. Ik heb heel droog haar en ook heel dof. Ik heb niet echt een mooie glans in mijn haar. En ik heb een hoge elasticiteit. Als je een hoge elasticiteit hebt, dan heb je proteïne nodig. En ik had ook gemerkt dat toen met die proteïnebehandelingen mijn haar er een stuk beter uitzag. Want ik deed die behandelingen ook hier zelf. Ik zal dat flesje even hier in beeld brengen, want hij is nou op. Ik moet hem opnieuw kopen. En deze behandeling moet je dan 1 keer per 3 maanden doen. En een hoge elasticiteit betekent ook dat je haar droog, futloos, slap en pluizig is. Mijn haar is heel pluizig. Dit is nou ongeveer... Ik was mijn haren 1 à 2 keer in de week. Ik probeer 2 keer, maar meestal is het 1 keer. En mijn haar is echt heel pluizig. Je kunt gewoon de pluis hier zien. Dit nou is dag 6 of zo. Ik heb het al 6 dagen niet gewassen. En ja, ik heb gewoon super slap, ook slap. Ik mis altijd volume. Ik moet altijd heel veel zo doen en zo voor meer volume. Dus ja, dat is mijn haartype. En aan de hand van dat kun je jouw producten gaan uitkiezen. Ze moeten wel CG-vriendelijk zijn. Dat betekent dat ze heel veel ingrediënten niet mogen bevatten. Want die beschadigen je haar. Ze hebben daar gewoon een hele lijst met superveel producten die dus CG-vriendelijk zijn. Dus het is best wel makkelijk om daar gewoon iets uit te kiezen. Vooral met krullen. Iedereen heeft echt hele verschillende krullen. Ik ga gewoon nou mijn routine laten zien. Maar ik zou echt zeggen, experimenteer vooral gewoon met jouw haar. Bekijk wat werkt, bekijk wat niet werkt. Gebruik gewoon verschillende producten zolang ze maar CG-vriendelijk zijn. Nou, ik heb nou 10 minuten lopen brabbelen hier. Ik moet dus vandaag mijn haar wassen. Ik doe over mijn haar wassen 2 dagen. Ik was ze altijd in de avond. Het is nou vrijdagavond en dan in de ochtend ga ik het pas fixen. Dus ik ga deze video in 2 dagen opnemen. Ik ga nou gewoon mijn haar wassen en aan jullie laten zien. Ik moet wel zeggen, het is een best lange routine, maar als je het vaker doet, word je er best wel snel in. Oké, nou, mijn haar is echt toe aan een wasbeurt. Het ziet er niet meer uit. 6 dagen is echt way te lang. Ik had het echt al lang moeten wassen. Dus ja, dat ga ik gewoon nou even doen.
Ik neem jullie niet mee in de douche, maar ik ga gewoon steeds mijn haar wassen en dan kom ik weer hier terug om te laten zien wat ik doe. Wat ik nou ga laten zien, doe ik dus normaal gewoon in de douche. Oké, allereerst alvast ga ik mijn haren nat maken in de douche. Oké, nou is mijn haar nat. Wat ik net was vergeten te zeggen is, als je gaat beginnen met de CG-methode, moet je eerst een final wash doen. Want je hebt natuurlijk gewoon al die tijd andere producten gebruikt, dus die moeten eerst echt uit je haar. Ik heb deze shampoo gebruikt die ik hier in beeld breng. Die is ideaal daarvoor. Die kun je gewoon halen bij de Kruidvat voor like 60 cent of zo. En daar moet je eerst je haren mee wassen. En dat had ik gedaan. En de volgende dag ben ik begonnen aan de routine die ik dus nu laat zien. Ik had wel toen shampoo overgeslagen omdat ik dus die dag ervoor de final wash had gedaan. Maar nou moet ik wel gewoon shampoo gebruiken. De shampoo die ik gebruik is van de Tuinen. Dit is de Petal Fresh Volumizing Shampoo. Deze is CG-vriendelijk. Kun je halen bij de Tuinen voor volgens mij 6 euro of zo. En ja, deze gebruik ik gewoon al die tijd. Ik vind hem heel fijn. Dit is by the way het enige product die ik echt in de winkel heb gehaald. De rest is allemaal online gehaald. En ik zet alle producten beneden in de beschrijving met een linkje erbij als ik ze online heb gehaald. Nou, wat ik doe in de douche, dan is mijn haar gewoon nog nat. Pak ik gewoon een beetje shampoo. En dan ga ik het gewoon zo eerst hierboven in mijn haar. Gewoon als hoe volgens mij iedereen het doet. Ik wil mijn haar altijd heel schoon hebben. Dus ja, dan pak ik altijd nog iets meer. En dit doe ik dan altijd zo in de punten. Zodat die ook goed schoon zijn. En dit ga ik er dan uitwassen. Oké, nou heb ik de shampoo helemaal uit mijn haar gewassen. Ik heb het even vastgedaan met een klepje. Dan ga ik altijd conditioner in doen. Ik heb twee producten die ik eigenlijk afwissel. Ik heb hier de Curls Coconut Curlada Conditioner. Deze vind ik super fijn. En ik wissel af met een haarmasker. Dit is de Review Total Repair Mask. Deze moet je 5 minuten in doen in de douche en dan eruit wassen. En deze masker is heel fijn voor beschadigd haar. Ik heb hem van Boozy Shop en deze heb ik van My Hair Shop. Maar alles staat gewoon in de beschrijving. Eén keer doe ik die, de volgende keer doe ik die. Ik wissel ze gewoon om. Vandaag doe ik gewoon de conditioner. Wat ik dan doe is ik split mijn haar zo in het midden. Het is niet perfect recht, maar whatever. En dan in de douche pak ik een beetje heel veel. Ik doe echt heel veel conditioner. En nou begin ik dus onderaan, want daar is het belangrijkst om conditioner te hebben. En dan ga ik zo langzaam omhoog. Ja, probeer ik het zo door mijn hele haar te krijgen. En dan ook een beetje zo kneden. En zo ga ik gewoon door totdat ik het gevoel heb dat het hier helemaal in mijn haar zit. En dan pak ik weer een beetje heel veel. En dan doe ik hier precies hetzelfde. Ook weer erin kneden en dan langzaam omhoog gaan. Zo, nou heb ik wel het gevoel dat het in mijn hele haar zit. Nu voelt mijn haar ook een stuk zachter aan. En dan pak ik mijn paardenborstel. En dan ga ik mijn haren borstelen. Ik begin altijd hieronder, want daar zijn altijd de meeste klitten. En dan als er onderin niet veel klitten meer zijn of gewoon geen meer, dan begin ik boven. En als dat is gedaan, was ik mijn haren weer uit. Kijk even hoe lang mijn haar is. Oh my god. Oké, daar ben ik weer. De conditioner is er heel goed uitgewassen. Als je gewoon normaal mooie stijl haar hebt, dan was je nou klaar geweest. Maar wij krullenbollen moeten nog even door. Nou, dan doe ik weer mijn haar zo in tweeën. Dan gebruik ik nog een conditioner, maar dit is een leave-in conditioner. Dus deze mag je gewoon inlaten en hoef je niet uit te spoelen. Dit is de Curly Blueberry Bliss. En deze gebruik ik altijd als leave-in conditioner. Deze twee zijn van hetzelfde merk. Dus ik dacht, ja, dan haal ik ze gewoon allebei. Nou, wat ik dan weer doe is gewoon net als net. En dan doe ik dit eerst zo in mijn haar. En weer vooral beneden en dan naar boven. En wat ik dan nou anders doe is dat ik veel meer zo erin knijp. Zodat mijn krullen een beetje erin komen. En dat ik een beetje mijn haarstructuur krijg. Want alles wat ik nou in mijn haar ga doen, dat gaat er niet meer uit. Dus we kunnen nou wel beetje beginnen aan het defineren van de krullen. Wat ik dan ook altijd doe is op zijn kop gaan staan en het erin crunchen. Een grote fout die ik altijd maakte was om niet ondersteboven te gaan staan of op zijn kop staan of hoe je het ook noemt. Dat maakt zoveel verschil mensen. Echt, hou je hoofd zo op zijn kop en crunch het dan gewoon in. Dat maakt zoveel verschil. Je krullen worden veel beter en je haar krijgt veel meer volume. Nou, en dan zijn we nog steeds niet klaar. Nou ga ik er een cream gel in doen. Dit is de Bounce Curl Light Cream Gel. Deze is best wel duur, maar altijd in de sale
Deze waren rond de 15 euro en deze is echt iets van 20 of 30 euro. Volgens mij is hij normaal 30 euro, maar ik heb hem echt altijd in de sale voor 20 euro. Hij is letterlijk altijd in de zogenaamde sale. Wat ik dan doe is weer een beetje hiervan pakken. Ongeveer zoveel. En dan ga ik gewoon gelijk op zijn kop staan en het erin crunchen. En dan zijn we nog niet klaar, maar nu komt het laatste, mensen. Ik weet, het is heel veel, maar dit is het laatste. Omdat nou deze drie producten in mijn haar zitten, wil ik ook echt dat ze in mijn haar gaan en goed erin blijven. Dus ik ga het erin lokken. Dit doe ik met de New Wave Wella Gel. Deze gel is heel fijn omdat hij zo een beetje hard wordt. Hij is niet heel duur, gewoon te koop bij de Kruidvat, 3-4 euro of zo. Ultra Strong en Rock Hold. Je wil dat je haar super hard wordt. En daar is deze gel super goed voor. En hij maakt je haar niet zwaar. Want dat wil je ook niet. Je wil dat je haar gewoon licht blijft. Zodat je krullen mooi gekruld worden. En je veel volume krijgt. En dit doe ik dan ongeveer een half handje. Letterlijk. Dus dit zo. Is best wel veel. En dan ga ik weer op zijn kop staan. En ook dit erin crunchen. Nou, als ik de gel erin heb gedaan. Dan doe ik het weer zo in twee stukken. Je kunt nou ook zien dat je de krullen een beetje begint te zien al. Dan pak ik de beste borstel voor alle krullenbollen. Jullie moeten deze allemaal hebben. En dat is de Denman borstel. Ik heb de 3D Denman. Koop alsjeblieft de goede. Want er zijn heel veel namaak. Ik heb de mijne van volgens mij ook gewoon My Hair Shop. Maar ik zal die link ook gewoon beneden zetten. Deze is een beetje. Duur 15 euro. Is best duur voor een borstel. Maar hij is het echt waard. Ik ga dus nou mijn haren borstelen. Op de CG Facebook staat de krullenroutine van, ik denk een van de beheerders of gewoon de beheerder. Want het is een meisje en zij heeft daar haar krullenroutine gezet. Ik heb gewoon letterlijk haar routine gevolgd. En na verloop van tijd heb ik hem een beetje gepersonaliseerd naar mijn haren, want iedereen heeft toch wel andere haren. Wat zij dus altijd deed was echt een stuk pakken en dan per pluk borstelen. Ik heb dat gedaan, maar ik merkte dat omdat mijn haar al niet super veel volume heeft, dat mijn haar droog werd, maar wel plat werd. Omdat ik op die manier gewoon te weinig krullen kreeg. Mijn krullen waren allemaal te groot. Wat ik dus gewoon doe, is gewoon zo letterlijk door mijn hele haar. Dit zorgt ervoor dat letterlijk bijna al mijn haren een aparte krul worden. En dat is wat ik wil, want dat zorgt weer voor meer volume. Dus je moet gewoon even bekijken wat het beste is voor jou. Maar ik doe het dus op deze manier, omdat ik gewoon echt meer volume wil. En dan doe ik zo weer een beetje crunchen, zodat de krul weer terugkomt. Oké, dan ben ik voor nu eventjes klaar. Dan ga ik, ik pak geen handdoek, ik pak een t-shirt. Pak gewoon een heel groot t-shirt in XL, maat L of XL. Ik heb hier L. Ik heb ze in maat L en XL. Ik vind XL iets fijner. Dit zijn gewoon van die witte shirts van de Vibra. Super goedkoop. Haal ze gewoon daar. Gebruik vooral geen normale handdoek, want die gaat ervoor zorgen dat je haar gaat pluizen. En dat wil je niet. Dus je moet echt een katoenen shirt hebben. En dan ga je je haar erin doen. Ik zal hier foto's plaatsen van dat de meisjes. Zij laat hier zien op welke manier je je haar erin moet doen. En die manier doe ik ook. Dus ik pak mijn shirt en ik pak drie spijltjes en dan ga ik mijn haar zo erin doen. Dit noem je ploppen als je dit gaat doen. Dus ik ga dit eventjes snel doen. Oké, nou ik zie er nou uit als kapboterplop. Het is niet echt de beste look, maar hè, je moet iets over hebben voor die mooie krullen. Nou, je moet je haar dus zo in laten voor minimaal een half uur en maximaal 2 uur. Ik doe altijd ongeveer een uurtje. Ongeveer. Hangt er vanaf waar ik zin in heb. Zoals ik al zei, ik doe mijn routine in 2 dagen. Dus ik begin in de avond en dan in de ochtend maak ik mijn haren af. Heb je nou geen tijd en moet je gewoon die dag nog jouw haren goed hebben, dan kun je gewoon de hele routine die ik nou opneem van ochtend tot avond gewoon allemaal in de avond doen. Nou, ik ga gewoon mijn haar nou eventjes zo laten en dan kom ik over ongeveer een uurtje terug bij jullie. Dus tot zo. Oké, daar ben ik weer. Ik heb me even omgekleed in mijn pyjama. Ik heb het nou hier 3 kwartier in zitten. Ik ga het er nou eventjes uithalen. Zo, nou is mijn haar nog wel nat. Maar ja, niet meer zo heftig als in het begin. En nou ga ik mijn haren 10 minuten lang feunen met een feun met een diffuser. Mijne is super ghetto. Ik had dus deze diffuser besteld en hij past niet op de feun. Dus toen heb ik maar gewoon met plakband vastgemaakt. Koop gewoon een fatsoenlijke feun met een fatsoenlijke diffuser, want dit kan echt niet. Ik wil ook een andere, want ik vind hem ook te klein. Je hebt ook van die grote en dan ben je toch wat sneller klaar.
Dit ga ik gewoon 5 tot 10 minuten doen. Ik raad 10 minuten aan, maar 10 minuten dit doen is best wel veel tijd. Dus ik doe het gewoon altijd 5 minuten. Dit is gewoon puur om de krul er een beetje terug in te brengen. En om mijn haar iets droger te maken. Want anders blijft het gewoon de hele nacht nat. Zo, nu is mijn haar niet meer zo heel nat. Het is nou een beetje meer droog. Je haar voelt ook nou een beetje hard aan. Maar dat komt door de gel. Ga er vooral niet aan zitten. Laat het gewoon zo. Dan pak ik gewoon weer mijn shirt. En dan maak ik mijn haar weer vast net als net. Als je shirt te nat is, pak dan even een andere. Nou, dan zit mijn haar weer zo. En dit is ook gewoon hoe ik ga slapen. Zo blijft het gewoon de hele nacht. En dan kom ik gewoon in de ochtend bij jullie terug. En dan ga ik de rest van mijn routine laten zien. Het beste is om zo elke nacht te slapen. Maar ik vind het echt niet fijn. Dus ja, maar daar vertel ik morgen wel meer over. Oké, mensen, daar ben ik weer. Het is nou de volgende ochtend. Ik ben net wakker. Het enige wat ik heb gedaan is gedoucht. Mijn haar is nou de hele nacht hierin geweest. Dus nou ga ik het eraf halen. En dit is dan hoe je haar eruit ziet. Prachtig. Want door alle gel blijft hij dus zo zitten. Nou, dan doe ik het eerst een beetje zo uit elkaar halen. Ik maak ook altijd een schuine scheiding. Dan een beetje zo uit elkaar halen. En dan ga ik weer mijn hoofd ondersteboven houden en met mijn handen de krullen uit elkaar halen. En met deze grote kam. Vraag me niet waar ik deze vandaan heb. Ik heb die al like 800 jaar. Ik heb geen idee, maar ik denk dat je deze vast wel ergens kunt vinden bij een afro shop ofzo. En ja, deze ga ik gebruiken om ook mijn krullen uit elkaar te halen. Nou, als ik dat dan een beetje heb gedaan, dan ga ik het weer een beetje zo uit elkaar halen. Ik haal altijd heel veel haren uit elkaar, omdat ik echt heel veel volume wil. Ik heb liever iets meer pluis en meer volume dan minder pluis en minder volume. Maar dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. En dan om nog meer volume te creëren, pak ik weer deze kam. En dan ga ik zo steeds naar boven. En dat creëert dan een beetje volume. Als mensen tips hebben voor meer volume, laat het mij vooral weten. Nou, en dan moet ik altijd maar hopen dat mijn haar een beetje goed zit. Af en toe zit het goed, af en toe niet. Met krullen weet je het gewoon nooit. Het is altijd een mysterie of ze goed gaan zitten of niet. Nou, en dit is dan basically gewoon mijn routine. Nou, wat doe ik de dagen erna? Ik was mijn haren dus het liefst om de 3-4 dagen. Dus 2 keer in de week. Maar ja, uiteindelijk wordt het vaak 1 keer in de week. Wat je het beste kunt doen is elke nacht slapen met het ding op je hoofd. En dan gewoon elke dag weer je haren zo uit elkaar halen. En meestal zit het dan goed. Ik persoonlijk vind het alleen vreselijk om met het ding op te slapen. Dus ik doe dat niet. Wat doe ik? Ik maak gewoon een grote knot op mijn hoofd. Ik hou hem wel losjes. Ik maak niet een hele strakke knot. Zo'n knot heet een pineapple. Dus gewoon een hele losse knot op je hoofd. In de ochtend daarna zit persoonlijk mijn haar niet meer goed. En dan moet ik er wel echt iets aan doen. Wat ik dan doe is mijn haar een beetje nat maken. Niet super nat, maar ik maak het gewoon weer een beetje vochtig met mijn haren. En dan doe ik een van deze twee erin. Ik heb hier de Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil. Het is echt een heel verhaal. Strengthen and Restore Styling Lotion. En ik heb hier de stuk goedkopere André Lon Happy Curl Cream. Op dit moment gebruik ik deze van André Lon. Ik zal jullie het verschil vertellen tussen allebei. Deze van André Lon is een beetje meer gelachtig. En vooral met mijn pluizige haren vind ik dat altijd heel erg fijn. Want hoe minder pluis, ja, hoe beter. Niemand wil pluizige haren. Dus als ik dan deze zo in mijn haar doe, ik ga dan weer met mijn hoofd zo ondersteboven staan. En dan gewoon dit een beetje zo erin crunchen. En ik pak echt maar een heel klein beetje van dit. Pak niet te veel. En ik praat echt over, ik ga het gewoon even laten zien. Ik pak echt ongeveer dit. Meer dan dit pak ik niet, want anders wordt het te veel. En dan verlies je volume in je haar. Ik vind deze geweldig en is gewoon te koop bij de Kruidvat. Dit is echt meer een vettige crème. En deze zorgt er persoonlijk voor mij voor. Niet per se dat mijn pluis weggaat. Maar hij maakt mijn krullen wel gewoon heel mooi. Maar hij doet niks voor mijn pluis. Dus vandaar dat ik op dit moment deze gebruik. Heb je nou helemaal geen pluizige haren, pak dan gewoon deze. Want ja, deze is echt gewoon prima. Hij kost wel iets meer. Maar voor nu gebruik ik dus gewoon deze. En ik vind hem echt tot nu toe echt zo fijn. Echt I can't. Ik ben echt super blij wat voor verschil mijn haar heeft gemaakt binnen 1 jaar. Binnen 1 jaar is mijn haar weer helemaal gezond geworden. Mijn haar was echt, zoals ik al zei, ik had het helemaal verpest. Het was helemaal
helemaal stijl. Mijn krullen waren eruit. Ik had nooit geloofd dat mijn krullen weer zo terug konden komen. Als dat mij is gelukt, lukt het jou zeker ook. En mijn haar is dus zoveel gegroeid, omdat ik er gewoon letterlijk bijna een jaar lang niet aan heb gezeten. Ik heb het gewoon niet gesteld. De afgelopen maanden heb ik ze weer een aantal keer gesteld, maar echt een jaar lang gewoon niet. En daardoor is mijn haar dus echt zoveel gegroeid. Ik zal ook hier even een foto plaatsen van mijn allereerste YouTube video, waarin ik dus voor het eerst weer mijn echte krullen liet staan. Het zag er echt niet uit. Het was super kort en ja, gewoon geen krul, geen volume, niks. En er is nou echt een heel groot verschil met nu. Ik ga mezelf even verder opmaken en dan ga ik zo meteen met jullie de video afsluiten. Nou, daar ben ik weer. Helemaal opgemaakt. Lekker weer gecatfished. Ik heb een beetje een extreme make-up look op. En ik heb hier twee moedervlekjes gemaakt. Omdat ik een Bratz look heb nagemaakt. Die staat al op mijn Instagram. Dus volg me vooral ook op mijn Instagram. Nou, dan is de video over mijn haar klaar. Ik zal ook even nog de achterkant laten zien. Ik ben by the way niet naakt. Ik heb gewoon iets aan. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Want het heeft mij 2 dagen gekost. Dus ik hoop het wel. Ik ga hem nou snel editen. En dan plaats ik hier 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om makkelijk te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!